Nou, in de Vitaliteitsmarkt zien jullie heel veel kraampjes. En, van verschillende organisaties, verenigingen en zorgorganisaties. Wij hebben welzijn ouderenbornen, maar ook verenigingen. Er hadden wel wat meer verenigingen nog gemogen. Maar wellicht voor een volgende editie. Ik hoop dat er nog weer een nieuwe editie gaat komen. Want ik vind het wel heel erg gezellig. Waar staat Fit voor Passie, Fit met Passie voor? Ja, Fit met Passie staat voor fit. Dat wil zeggen dat je lekker beweegt om je lichaam fit te houden, je brein fit te houden. En met passie is zeggen, ja, dat je het leuk vindt. En dat er ook een trainer voorop staan die ook vol met passie is en passie heeft. Doelgroep, ja, dat is altijd lastig te bepalen. Ik ben nooit met van de leeftijden. Wij hebben gewoon mensen die niet meer werken, die graag wat willen doen. Maar ook mensen die nog wel werken en daarnaast wat willen doen. Het is voor de vitaliteit, het is heel breed. Activiteiten, maar ook mensen die elliptico, ze hebben de Nordic Walking Stokken. Advies, hier is echt vooral advies wat je hier kunt inwinnen. Voor verenigingen, wat is er allemaal te doen, vooral dat. Want wij merken ook wel dat we heel veel mensen die we dan leren kennen, eigenlijk helemaal niet weten wat er allemaal te doen is in Bonnen. En er is heel veel in Bonnen. Nou ja, hardlopen in een slange week, maar ook wandelen. Maar ik doe ook wel eens een keer bootcamp-achtige dingen door de modder kruipen. En ook de trainingen of clinics voor bedrijven. Ik doe ook wel wat met mensen met een handicap. Kinderen die net tussen de vereniging en de zorg in zitten. Ook wel met een handicap om mensen toch te laten bewegen. Dit is de eerste keer, ja. En we hebben daardoor ook de mensen aangeschreven voor om een kraampje in te richten. En dit is wat er nu komt. En we hebben de mensen die wij al kennen ook natuurlijk gevraagd van, nou kom eens kijken. Want kijk, mensen die wij kennen, kennen misschien niet de step one. En zodoende proberen we heel veel verschillende... Zodat mensen toch wat meer bij elkaar komen. Ja, juist. De kruisbestuiving van wij kennen die en samenwerking. Ja, dat is heel divers. Ik heb ook de hardloopclinics verzorgd in Bonnen voor de basisscholieren. Dat is groep 6, 7, 8. Dat zijn kinderen van 8 tot 11 jaar, zoiets. Het wandelen zijn meest ouderen, 60-plussers. Er zijn ook wel mensen die nog ouder zijn, de 80-plus, maar ook wel mensen vanaf 40 die gewoon lekker willen bewegen. Waar kunnen ze zich opgeven? Ja, info@fitmetpassie is mijn e-mailadres. www.fitmetpassie.nl kun je alle informatie vinden. En ik heb hier ook de kraamkaartje, die kun je mensen zich opgeven. Ja, de vitaliteitsmarkt is inderdaad één keer per jaar. En wij hopen dat volgend jaar opnieuw dat net zo'n succes wordt als nu. Ja. En wellicht nog groter. Dat was ook de vraag van een kraampje is leuk, maar we vinden het ook leuk als er wat interactie komt. Ja. Wat kunnen ze mensen nu vooral doen? Ze hebben de tennis, hebben ze daar staan. Dynamic tennis moet ik zeggen. Met van die easy tennisballen. En dat is heel leuk, want wij bieden het ook wel eens aan in onze groep. Ja, en wat leg je vandaag uit, vooral hier op de beurs? Vandaag is het meer de vitaliteitsmarkt voor gericht op de ouderen in Bonnen. Ik richt me hier vooral op het wandelen. Wandelen wil niet alleen zeggen bezig zijn, maar ook elkaar ontmoeten. Een beetje gezelligheid. Een kop koffie drinken na afloop. En het is vooral buiten zijn. Hoe kunnen ze met jullie in contact komen? Via Bonnensport. Kan het sowieso. En dat staat al op de website. En mij mailen kan ook. En, of kom gewoon eens een keer langs. In de Sportcafé. Hier in het Wolvering. Ja, op maandag en op dinsdag. Maar is wel niet elke week.